Bondscoach Danny Blind heeft Zegelaar bij Oranje toegevoegd. Bondscoach Danny Blind heeft voor het oefenduel van het Nederlands elftal met België aanstaande woensdag in Amsterdam en de WK-kwalificatiewedstrijd vier dagen later in en tegen Luxemburg 25 spelers geselecteerd. Opvallende naam is Blinds keurkorp is de Marvin Zegelaar. De speler van 26 van Sporting Portugal, die op de linkerflank uit de voeten kan, werd nog nooit uitgenodigd voor het Nederlands elftal, oftewel ons Oranje. Arjen Robben laat verstek gaan tegen de Belgen. De aanvaller van Bayern München sluit wel aan bij de selectie aan voor het treffen met Luxemburg. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Goed nieuws. Kevin Strootman is niet opgeroepen. Die niet geheel fitte speler van Rome krijgt na overleg rust. Dus alleen maar goed dat hij niet is geselecteerd. De volledige selectie van het Nederlands elftal in het doel Stekelenburg. Zal ook wel waarschijnlijk weer gaan keepen. Die deed het goed de laatste keer. Sielissen en Vorm. In de verdediging Blind. De hele Blind natuurlijk. Karsdorp, Congelo van Feyenoord. Zegelaar. We hebben het al over gehad. Bruma, Van Dijk en Veldman. Middenveld Klaassen, Meerdaldum, Vilena. Trieste bericht dat zijn moeder is overleden afgelopen week. En wie doen er nog meer mee? Klaasie natuurlijk, ex-Feyenoorder. Schaars, Ramsla en Propper en Wessie Sneijder is ook weer van de partij naar een blessure. De laatste wedstrijden. Arjen Robben, wel tegen Luxemburg, maar niet tegen de Belgen. Dost, Luc de Jong, Lens, Jansen, Promes en Depay. Maar zo positief ook, tot de volgende keer.